Als u mij nu verstaat terwijl ik praat, dan spreken wij dezelfde taal. Maar achter ieder woord schuilt een heel verhaal. Een steenweg noemen wij een macadam, maar McAdam was gewoon een Schotse man. Hij bedacht een nieuw soort weg, vandaar dat ik nu macadam zeg. Taal is een wonderlijk ding, altijd onderhevig aan verandering. Terwijl de dorsvlegel al lang niet meer slaat en ons als woord langzaam verlaat, wordt op diezelfde wei een nieuw woord geboren. En slaat men ons nu met tentsletje om de oren. Onze woorden zijn het verslag van onze tijd op aarde. Schat ze naar waarde. Man. Man. Overwoord. Een zeer goede avond, dames en heren. Ik heb een belangrijke vraag voor u. Is de staatsschuld van België groter of kleiner dan die van Nederland? Met deze verdoken taalkundige vraag trokken we naar Leuven. Mag ik eens even iets vragen? Ja? Welk land heeft volgens u de grootste staatsschuld? België of Nederland? Volgens mij is de staatsschuld van België groter dan die van Nederland. Volgens mij is de Nederlandse staatsschuld groter dan die van België. Je zegt nu groter dan, maar is het niet groter als? Ja, ik denk dat ik daar een fout gemaakt heb. Is het groter als? Ik denk het wel, ja. Ja, nee, dat weet ik niet, dat verschil. Niet alleen de staatsschuld, maar ook groter dan of groter als zorgt voor twijfel. Taalkundige Jan Stroop weet waarom we sukkelen met deze regel. Blijkbaar omdat het een regel is die niet in onze taal thuis hoort. Want als honderdduizenden mensen hem niet leren beheersen, dan past hij dus niet in het systeem van onze taal, van onze grammatica. Je kunt een taal niet sturen door een regeltje te formuleren. Dat proberen die onderwijzers toch al 300 jaar, 400 jaar misschien al. Vergeefse moeite, onzinnige moeite zou ik haast willen zeggen. En die regel hebben we te danken aan één man, Balthasar Huydecoper. Hij studeerde hier in Utrecht in 1713 rechten, maar was vooral gefascineerd door correct taalgebruik. En die correcte taal paste hij ook toe in zijn eigen gedichten en toneelstukken. Want jawel, de man was een befaamd en alomgeprezen toneelauteur. Denken we maar aan zijn wereldvermaarde titels. De triomferende standvastigheid. Of misschien het andere bekende stuk, Verijdelde wraakzucht. Het zijn misschien titels die iets wat klinken als stationsromannetjes, maar ze hebben de man geen windeieren gelegd. Want zie hier, dit was de man zijn bescheiden buitenverblijfje. Toch niet slecht. Heeft niets met die stukken te maken. Hij was gewoon rijk van afkomst. Maar ook in zijn eigen Utrecht is de regel van Balthasar Huydecoper niet echt alom gekend. Mag ik jou heel even iets vragen? Welk land heeft volgens u de grootste staatsschuld? België of Nederland? Oh my god, ik ben echt een sukkel wat dat betreft. Dat weet ik echt niet. Volgens mij is de staatsschuld van België erger dan die van Nederland. Want België zijn dommer. Dan Holland. Je zegt nu, erger dan die van Nederland. Is het niet erger als die van Nederland? Erger als die van Nederland. Is het niet groter als? Nee, zeg, kom. Nee? Nee, nee. Alle twee? Alle twee? Ja. Dat is allebei goed. Ja? Koop hem nu, alle 13 goed. Stoort u zich als mensen zeggen, het is groter als? Denk je dan, dat is helemaal fout. Dat kan me helemaal niks schelen. Heel eerlijk, in het Nederlands erger ik me er erg ernstig aan. Maar ik ben docent en ik erger me ook aan ik word met DT. Het viel ons op dat jonge mensen zich er minder aan storen dan ouderen. Hoe komt dat? Ik denk dat die ouderen zo hun best hebben moeten doen om die regel te leren dat ze het niet kunnen hebben dat anderen daar geen moeite voor wensen te doen. En wie hem dan één keer heeft leren beheersen, die voelt zich een hele piet. En die denkt dat iemand die het niet kan, dom is en niet geschikt is en het Nederlands niet beheerst. Is die oudere generatie dan qua taal beter geschoold dan de jongeren nu? Als je onder scholen verstaat, beter gedrild. Ja, die zijn beter gedrild. Oké. Okay. Dat was ook de wens van Balthasar Huydecoper. Het drillen van de correcte taal. Hij had daarvoor een goede reden. In tegenstelling tot pakweg het Frans, dat in die tijd al hele duidelijke regels en grammatica had, verkeerde het Nederlands nog in staat van complete chaos. En Huydecoper voelde de taak in zich opwellen om orde te scheppen in die chaos. Nu, wat deed hij? In plaats van gewoon een boekje samen te stellen met nieuwe taalregels, dacht hij dat het misschien wel verstandiger en efficiënter zou zijn om te vertrekken van een bestaand meesterwerk en dat gewoon opnieuw uit te geven, maar dan wel voorzien van taalcorrecties, commentaar en nieuwe regels. Het boek
dat eraan moest geloven. De metamorfose van Ovidius. In de vertaling van de grootmeester zelf, Joost van den Vonden. Dat is alsof iemand vandaag de dag het verdriet van België, van Hugo Claus, zou lezen en zou denken... Goh, het is een beetje oudbollig. Ik ga die spelling hier een beetje aanpassen. Deze woorden gebruiken we niet meer. Dit is oudbollig. Deze passage mag trouwens geschrapt worden. Deze passage eigenlijk ook, want die taal gebruiken we niet meer. En het zo opnieuw zou uitgeven, maar dan voorzien van commentaar en nieuwe spellingsregels. Dat is, op zijn zwakst gezegd, gedurfd. Maar het was wel een enorm succes. In dit boek legt Huydecoper dus de basis voor de nieuwe spellingsregels en corrigeert hij meteen ook de grote vondel, die groter als en groter dan, zonder enige zijn, klakkeloos door elkaar gebruikt. Er was geen maagd meer bemind als deze. Hierover schrijft Huydecoper... Het verwondert mij zeer dat Vondel deze misslag niet ontdekt heeft. Bij het corrigeren van Vondel greep Huydecoper altijd terug naar het Middel-Nederlands. Nu, dat is de taal die hier gesproken werd in de middeleeuwen. Omdat volgens zijn inzicht de wortels van het Nederlands en het gebruik te ver uiteen waren gegroeid. En Huydecoper was zo conservatief. Voor hem betekende taalverandering sowieso taalverloedering. Zijn motto was dan ook, vroeger was het beter. En aangezien in het Middel-Nederlands na meer of groter of hoger automatisch het woord dan gebruikt werd, heeft het woord dan meer recht op die plek dan het woord als. Aldus Huydecoper. En daarom sukkelen wij met z'n allen al 300 jaar met die regel. Behalve één man. Dat is de Nederlandse Jan Bekaus. Wat zeg ik met zijn hoed? Het is eigenlijk meer een soort van Jan Bekaubaus. De regel ging als volgt. Groter dan, kleiner dan, dikker dan, dunner dan, maar even groot als. Voilà. Groter als is zowel in België als in Nederland... Fout. Klopt. Dank u wel. Graag gedaan. Hoe ziet u de toekomst van als en dan? Nou, als het in het Nederlands gaat zoals in de dialecten, dan wint als het natuurlijk. In de dialecten is als totaal dominant geworden en dat dan komt daar praktisch niet in voor. Dus de regel zoals hij nu is, zal volgens u verdwijnen? Ik denk dat hij gaat verdwijnen. Hij is aan het verdwijnen, zou ik willen zeggen zelfs. Tot slot nog een zeer taalkundige vraag. Welk land heeft volgens u de hoogste staatsschuld? België of Nederland? Ik denk dat de Belgische staatsschuld groter is als de Nederlandse. Groter als de Nederlandse? Nou, niet kleiner als. Nee. Groter als. U spreekt de taal van de toekomst. Ik hoor het. Maar u bent dan ook een taalkundige. Dank u vriendelijk. Alsjeblieft. Dan gaan we nu een pintje drinken. Man overwoord. Elke week duiken we in de geschiedenis van ons alfabet op zoek naar een opmerkelijk verhaal achter een van onze letters. Vandaag letten de zwemsters extra op hun lijn en stijgen zij met stip naar de letter I. De I werd iconisch door een ingenieus idee van Steve, dat voor vele jobs zorgde. Intussen blijven enkel nog een paar Indonesische inboorlingen immuun voor de vele producten van de I-indoctrinatie. Dit omgekeerde uitroepteken kent u natuurlijk als het informatiepunt van Izehem. Het irritante gepiep van feedbackende gitaren, het italic icoon om teksten schuin te tippen en het geluid van de piepende banden van Jackie X op het circuit van Imola. In eerste instantie werd de letter zonder punt geschreven. Maar toen het gotisch geschrift zijn intrede deed, werden letters plots veel minder dik en dichter bij elkaar geschreven, waardoor het quasi onmogelijk werd om sommige woorden nog te lezen. Probeert u dit woord maar eens te lezen. Misschien ziet u het niet meteen, maar als we de puntjes op de i zetten, wordt het woord duidelijk. Minimum. Het puntje op de i deed dus zijn intrede om de leesbaarheid te verhogen. Maar klinkt ook als een herinnering aan een mooie strandwandeling. Wij lezen en schrijven van links naar rechts en van boven naar onder. Dat is voor ons normaal, want het is ons zo geleerd. Maar in andere culturen schrijft men soms van rechts naar links en van onder naar boven. De vraag is dus, waar zou onze schrijfrichting juist vandaan komen? Het antwoord gaan we zoeken in het oude Egypte.
Rond 3500 voor Christus ontwikkelden de Egyptenaren een eigen schrift, het hiërogliefenschrift. Van echte letters was nog geen sprake. Elk woord was opgebouwd uit pictogrammen van objecten, dieren en personen. Teksten werden in twee richtingen geschreven. Om een tekst te ontcijferen, moest je kijken naar de blik van de dieren in de pictogrammen. Die was altijd gericht naar het begin van de zin. Loert de os of de vogel naar links, lees je de zin dus van links naar rechts. Staart hij naar rechts, lees je van rechts naar links. De hiërogliefen belanden eeuwen later bij de Feniciërs, een volk van zeevaarders en handelaars dat aan de kust van de Middellandse Zee woonde. Om handel te drijven met andere volkeren waren zij op zoek naar een schrift dat ze makkelijk konden aanleren. Ze vereenvoudigden de hiërogliefen en zetten de tekens in een vaste volgorde, van rechts naar links. Dit schrift verspreidde zich razendsnel en kwam ook bij de Grieken terecht. Zij pasten de letters, maar ook de schrijfrichting aan. Kan u dit lezen? Waarschijnlijk niet. Misschien als we het vertalen. Echt duidelijker wordt het niet. Dat komt doordat de Grieken elke regel van schrijfrichting veranderden. Schrijven zoals een boer zijn land ploegt. In de 6e eeuw voor Christus stopte het slalommen en koos men voor één vaste schrijfrichting, van links naar rechts. Waarom is tot op de dag van vandaag niet bekend. Maar wellicht waren de materialen waarop en waarmee men toen schreef doorslaggevend. De meeste mensen waren toen ook al rechtshandig. Als zij met een rietpen van rechts naar links schreven, bedekten ze de tekst met hun arm en maakten ze vlekken en vegen. In tegengestelde richting heb je daar geen last van. Links-rechts werd de standaard. Sindsdien zijn linkshandigen stevig gejost. Man over woord. Heel belangrijk in een woordenboek is de definitie die aan bepaalde woorden wordt gegeven. Om het cru te stellen zou je kunnen zeggen dat een woord zonder definitie geen bestaansreden heeft, dat het het zout op de patatten niet waard is en dat het zijn bakkes moet houden of ik zal het wel eens een serieuze mep tegen zijn smoel geven. Volgens de definitie in de Dikke Vandalen betekent definitie betekenis. Ja. Zo is het gemakkelijk natuurlijk. Dat zou hetzelfde zijn als zeggen, de definitie van het woord verklaring is uitleg. Het belangrijkste is dat de definitie in kwestie woordenboekneutraal wordt gemaakt. Dus persoonlijke voorkeur mag er absoluut niet in doorschemeren. Daar dacht Cornelis Kruistkamp, de hoofdredacteur van Vandalen, van 61 tot 76, lichtelijk anders over. Een beroemde definitie van zijn hand is die van volleybal. Ze luidt als volgt. Onzijdig door twee ploegen van zes spelers gespeeld balspel, waarmee sommige mensen zich vermaken, bestaande in het heen en weer slaan van een bal over een net. Deze definitie kreeg zeer veel kritiek, vooral van personen die niet graag volleyballen. Zij vonden dat de bijzin, waarmee sommige mensen zich vermaken, moest worden geschrapt. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Zelf speel ik ook niet graag volleybal. Ik heb het één keer gespeeld en in plaats van de bal over het net te slaan, sloeg ik hem in de cafetaria. Helaas is deze manier van spelen niet in de Dikke Vandalen opgenomen. Daar staat dat de bal over het net moet en niet in de cafetaria. Het is godverdomme altijd wat met die Vandalen en zijn definities. In feite kan die hele Vandalen mijn klote kussen. Desondanks graag tot volgende week. Overwoord. Alleen al dit jaar schreven ruim 69.000 anderstaligen zich in voor een cursus Nederlands hier in het Huis van het Nederlands. Die 69.000 mensen komen uit 236 verschillende landen en spreken samen wel 124 talen. Nu, de redenen waarom iemand Nederlands wil leren zijn zeer uiteenlopend, maar de mooiste is en blijft natuurlijk de liefde. Emad, Gisella, Valentina, Alexandra en Rebecca lieten familie en vrienden achter en volgden hun waar naar het land van de frieten, het bier en de chocolade. De taal van de liefde hadden ze al onder de knie. De taal van hun geliefde kostte hen wat meer moeite. Ik vind dat Nederlands heel moeilijk. Ja, het was moeilijk in taal. Voor een Italiaans, ja. Dat was niet zo moeilijk. Niet moeilijk. Pitje.
Hoogleraar Nederlandse cultuur Ludo Beheit weet als geen ander hoe moeilijk het is om onze taal te leren. Hij geeft al jaren les aan buitenlandse studenten. Professor, en opeens zit de klas dan vol studenten waarvan er werkelijk geen enkele één woord Nederlands kan. Hoe begint u dan aan de les? Zoals met kleine kinderen. Hè? Kinderen die kennen ook geen Nederlands. Er komt een stroom klank op hen af. En wat doe je daarmee? Ja, dan moet je die code gaan kraken. En hoe doe je dat? Door zo dicht mogelijk bij het hier en het nu te blijven. Hè? Ik zeg dus, ik ben Ludo. Mijn naam is Ludo. En nu jij? Ik ben Rebecca. Ik kom uit Nigeria. Zo zulke woorden hebben ze ons... Zijn we mee begonnen. Wat we doen is die klankstroom toegankelijk maken. De code kraken. De blokjes, de woorden eruit, losmaken. Zodanig dat ze gaan herkennen. Zijn er bepaalde aspecten waar werkelijk alle studenten het moeilijk mee hebben? Er zijn specifieke valkuilen per taal. De U is bijzonder moeilijk voor sommige talen. Vroeger zei ik altijd zo, ja, moer in plaats van... Van muur of bus in plaats van bus. Het is iets anders als je zegt ik heb de hoer niet betaald of ik heb de huur niet betaald. Maar ze moeten beide betaald worden natuurlijk. Uiteraard. En dus is het belangrijk daar de voldoende aandacht aan te schenken en daarop in te spelen en daarop te oefenen. De huur. De huur. Tureleurs. 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 Ik word tureleur. Ik word tureleur. Tureleurs. Ik word tureleurs van die Ik word tureleurs van die grijze muizen in de gang. Wat betekent tureleurs? Tureleurs, also, ik word gek van. Ik word kribbit van. Hetzelfde geldt voor een aantal moeilijke klanken zoals ge. Hè, of de ge. Of de ge, die bovendien nog eens dicht tegen elkaar liggen. Geheugen. 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 S-T-E-N-G-E-L. Stengel. 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 Waarom lag jij? Naarmate ze verder komen in die taal, komen er andere dingen bij kijken. Bijvoorbeeld, klemtonen zijn bepalend voor het correct verstaan. Epidemie. 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 Dus aanvankelijk hoort men dat, hoort men die klemtoon niet. En men neemt het klemtoonpatroon van zijn eigen taal over in de vreemde taal. Catalogus. 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 Ja, en wat is het volgende struikelblok? Wel, een volgende struikelblok is in elk geval de woordvolgorde, die inversie, die omkering. Na bepaalde woorden gaan wij de zaken omkeren. Ik zeg bijvoorbeeld, ik kan morgen niet komen, want ik ben ziek, tegenover, ik kom morgen niet, omdat ik ziek ben. Je keert de zaak daarom, die inversie, met want niet, met omdat wel. Waarom is dat zo? Dat heb ik nog niet corrigeerd, maar niet zoveel. Maar dat is uit pure liefde dat ik dat niet doe. No. En een tweede aspect van die woordvolgorde dat moeilijk blijft, is de zogenaamde tangconstructie. Het duurt zo lang voor wij ons werkwoord horen. Ik zeg, ik heb gisteren na de vergadering nog heel even met haar gepraat. Uiteraard. Gepraat. Ja. Het duurt even voor je het hoort, ja. Dat brengt de spanning in de zin die we eigenlijk ook hebben in de constructie. Maar dat heb je niet in het Frans of in het Engels. Dan zeg je, I have talked, or I talked to her. Direct. Ik moet naar het toilet gaan. Zo. Als ik dat vertaal in mijn taal, dat klinkt totaal anders. Yo tengo que ir al baño, zeggen wij dat in het Spaans. Is de meeste... De werkwoord, de persoonvorm. Persoonvorm, ja. Een vierde valkuil of struikelblok? Ja, de lidwoorden, hè. De lidwoorden altijd weer. Dat wil zeggen, wanneer gebruik je nu de en wanneer gebruik je het? Het staat. Nee, de staat. Dat blijft een beetje problematisch. Waarom? Omdat daar geen echte regelmaat in zit. Oh, ik doe au hasard. Nee, allee, het is te moeilijk om te leren welke de, welke het voor mij is
volledig onverstaanbaar. Ik zeg bijvoorbeeld, alle vloeistoffen in het Nederlands zijn de, behalve het bier en het water. Of, als je het helemaal niet weet, zeg dan maar de. Want je hebt veel meer kansen om het goed te doen. Er is veel meer de in het Nederlands dan het. Dus anderstaligen die Nederlands hebben geleerd, daar moeten we toch de loftrompet voor afsteken. Niet alleen de loftrompet, we moeten ze ook aanmoedigen. Tureluurs. Ja, zeg maar nog een keer. Tureluurs. Niet helemaal juist. Man over woord. Dan volgt nu pure ontspanning op de camping. Vrije tijd met Vive la Feit. Dames en heren, graag uw aandacht voor volgende zin. Terwijl Danny groggy amok maakt in de hangmat, eet Els stiekem een augurk voor de caravan. Deze 6 perfect Nederlandse woorden hebben de halve wereld afgereisd alvorens ze in onze taal terechtkwamen. Vandaag volgen we de reis van het woord stiekem. Stiekem en ook stiekemert zijn woorden van Hebreeuwse oorsprong. Shekika betekende zwijgzaamheid. En daaruit is het Jiddische stieke ontstaan. Stiekem betekende dus eigenlijk zwijgend en vandaar ook in het geheim. Een stiekemert is iemand die in het geheim lelijke streken uithaalt. Het woord is bij ons verspreid door de Joodse aanwezigheid in steden als Amsterdam, Den Haag en Antwerpen. De laatste tijd verliest stiekem stilaan zijn negatieve bijklank. Bij slecht weer kunnen we stiekem thuis blijven. Stiekem. Is dan kalm en rustig en klinkt zelfs een beetje als lekker. Lekker stiekem thuis blijven. En zo vinden we stiekem vandaag nog steeds in ons woordenboek. Volgende week meer taalacrobatie met Els en Danny. Man over woord. Volgende week leggen we het krachtigste wapen van de democratie onder de loepen. De taal van onze politici. Welke woorden gebruiken ze om ons te overtuigen? En wat zegt hun taalgebruik over henzelf? Het antwoord krijgt u volgende week. Tot dan. Man over woord. Man over woord. Eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat er in het Nederlands maar één mooi woord is, maar het zijn er eigenlijk twee. En dat is goedelewachters. Maar ik ga het vandaag hebben over lanterfanten. Een prachtig woord dat niet alleen een mooi woord is qua woord, maar ook de daad zelf van het lanterfanten. Iets wat ik bijzonder graag doe. Lanterfanten is eigenlijk bewust niks doen. Is ergens naartoe wandelen, maar je weet niet precies naar waar. Ik heb natuurlijk mij ook afgevraagd waar dat mooie woord van kwam. En ik ben zo bij taalkundigen terechtgekomen als onder andere Sam Goris en Sergio. Maar die wisten het ook niet. Dus ben ik de Wikipedia-tour opgegaan en dan kwam ik eigenlijk twee denkscholen tegen. De ene zegt lanterfanten, daar hoor je land in. Een akker of een heel land of een weide. En terfanten, daar zou je het Franse woord truand in kunnen herkennen. Dat zijn boeven, bandieten. Wij kennen het Nederlands ook trawanten. Dus dat zou kunnen waar zijn. Mensen die het land afschuimen op zoek naar een misdadige activiteit. Maar ik vind lanterfanten een veel liever woord. Dus ik denk dat het komt van het Latijn lente, traag. Wat niet hetzelfde is, het is eigenlijk eerder langzaam. Langzaam is een kwaliteit, traag is een beetje een slechte eigenschap. In terfanten, ja, waar dat van komt, dat weet ik eigenlijk niet. En dat kan me ook niks schelen. Ik doe gewoon heel graag lanterfanten. Ik raad het iedereen aan. Het is de prettigste manier om eigenlijk een dag door te komen. Trouwens, een Franse vriend van mij die zegt la meilleure façon de gagner sa vie et de perdre son temps. Daar kan ik het volledig mee eens zijn.